Like de video sneller dan dat het dino-ei uitkomt. Oh. We zitten helemaal alleen in het klaslokaal. En de leraar zegt... De school wordt overgenomen door dino's. De school wordt overgenomen door dino's. Wat een onzin. Dat is een dino. Oké, dus de school wordt inderdaad overgenomen door dino's. En wij moeten proberen te ontsnappen. Job, waarom? Nou ja... Omdat ik niet het tussendoortje van een T-Rex wil zijn. Daarom. Oké, misschien is er één dino. Ik bedoel, we zien er hier één en er staat iemand bij. Hij heeft mijn lunch gegeten. Wees blij dat hij je lunch heeft gegeten. En niet jou. Leerlingen kunnen zo verwend zijn. Maar nu hebben we er wel een nieuw smoesje bij. We kunnen letterlijk zeggen dat ons huiswerk is opgegeten... door een dino. Snel, snel, ga door de deur heen. Waarom zijn jullie allemaal zo bang? Misschien zijn de dino's wel gewoon op bezoek. Willen ze een kopje thee met... muntsmaak. Nee, ik denk niet dat dino's theedrinkers waren. Ik denk dat ze eerder alles wouden eten wat bewoog. Oké, er is overduidelijk een soort van lekkage in deze school, want er is overal water. En dat is niet het enige wat er niet klopt aan deze school. Oké, we moeten volgens mij hier overheen. Oh man, dat vind ik altijd het vervelende aan obby's. Dat je gewoon weet dat er iets gaat gebeuren waar je niet op zit te wachten. En in dit geval zijn er hongerige dino's. Dus ik denk dat we misschien zometeen daadwerkelijk... worden opgegeten. En in een obby betekent dat meestal dat we weer moeten proberen te ontsnappen. En dan dus uit het lichaam van een dino. Zijn we dan een baby dino? Oh, hij heeft een oogje op me. Ah nee, ik moet juist hier overheen. Wat is daar gebeurd? Nee, ga zonder mij. Oké. Ja, klinkt als een goed plan. Ik bedoel, sorry. We kunnen niet iedereen redden, oké? Het is een spel. Oh man, baby dino's. Ben je serieus? Ah, dat was mijn favoriete arm. Het is inderdaad wel een mooie arm. Maar laten wij snel doorgaan. Oeh, de kluisjes. Oké. Snel, ga hier naar binnen. Je wil dat ik dit kluisje inga? Er zijn allemaal dino's daar. Oh, wacht. Nee, hij bedoelt dat we juist eroverheen moeten. Oh man, de dino's hebben honger. Ik wil er niet naar kijken. Oké, we gaan snel de ventilatieschacht door. Misschien is het nog wel erger dat de school wordt overgenomen door dino's dan door Jenna. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, maar denk erover na. Jenna is in haar eentje en ongeacht dat ze kan vals spelen en hacken. Ze is niet 20 meter groot en 10.000 kilo zwaar. Oh man, is dit het riool of zo? Blijf niet te lang stilstaan. Ze hebben honger. Wie is ze? Oh, snap. Oké, dus we moeten heel snel over deze soort van alligator-dinosauriërs springen. Waarom liggen er gewoon bad-eentjes in het riool? Wie vond dat een goed idee? Oké, we zijn er. Het mooie aan dit soort obby's vind ik altijd dat er nooit echt een duidelijk verhaal achter zit. Ik bedoel, de school wordt overgenomen door dino's. Maar waar komen die dino's ineens vandaan? Dat lijkt me eigenlijk wel weer iets wat Jenna heeft kunnen... voor elkaar krijgen. Gewoon even snel een tijdmachine spannen en een aantal dino's uitnodigen in onze wereld. Oh man, wat? We zitten letterlijk in een geheim laboratorium. Wacht eens even. Oh, ik zie al wat er is gebeurd. Jenna heeft met een soort van drankje deze dino-eieren van miljoenen jaren geleden toch laten uitkomen. En daardoor zijn de dino's nu in onze wereld. Kunnen we ze niet naar de maan sturen? Oh man, nee, serieus. Dat is niet het enige wat Jenna heeft gedaan. Ze heeft de basketballen in vuurballen veranderd. Het lijkt mij nu niet handig om te gaan dribbelen. Oké, we gaan er vandoor. Ben je serieus? Zelfs een, hoe heet dat ook alweer? Een megalodon? De megalodon was volgens mij een prehistorische haai die pittig groot was. De grootste haai op dit moment is volgens mij de walvishaai, toch? Ik denk het wel. Job, wat ben je slim. Nee, ik kijk soms gewoon filmpjes en dan hoor je dat soort dingen. Oké, we gaan snel omhoog en oh, er zit daar zelfs een dino op een wolk. En let's go. Nu moeten we letterlijk over deze vliegende dino's om verder te komen in de obby. Oh man, dat vind ik wel zo mooi aan obby's. Dat echt alles wat je tegenkomt is gewoon een opstapje, een brug... of iets wat je kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld deze dino. Let's go! Oké, volgens mij komen we steeds dichter in de buurt van het einde. En ik word zenuwachtig. En hongerig. Misschien word ik zelf wel een dino. Stel voor dino's zouden gewoon op dit moment bestaan. Besef hoe creepy dat is. Als je nu naar buiten gaat en je hebt het over dieren... dan moet je misschien bang zijn voor een... wesp, dat is niet echt een dier, dat is een insect. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar stel voor je gaat naar buiten en je moeder zegt... Kijk je uit voor de T-Rexen buiten? Ja, dat zou best wel eng zijn. Oké, volgens mij komen we wel steeds dichter in de buurt van het einde. Oh nee, wat gebeurt hier? Kijk uit, raak zijn eieren niet aan. Zijn eieren? Je bedoelt deze eieren? Oké, we zijn nu letterlijk hier naartoe gegooid. Is dit het einde van de obby? Oh man, dit ziet eruit als een dolf. En daar heb ik geen zin in. Ik dacht dat het alleen de bedoeling was om te ontsnappen uit de school. Ah, daar is die weer. Kijk uit voor het gif. Gif? Bedoel je dit gif? Ah, dat gif. Oké, dus we hebben hier inderdaad een soort van gif-spugende dino. Niet aardig doet, dus daar moeten we wat extra voorzichtig voor zijn. Wat extra, extra, extra voorzichtig. Wat heb jij te zeggen? Ga de berg op! Kort maar krachtig en duidelijk. We moeten de berg op. Alleen heeft het wel zin om te ontsnappen als dino's gewoon heel de wereld hebben overgenomen. Ik bedoel, dan kunnen we blijven ontsnappen. Misschien moeten we zelf een dino worden. Moeten we lopen als een dino, denken als een dino en eten als een dino. Ja, ik heb gewoon een beetje trek. We hebben hier namelijk nog een hoop lasers waar we overheen moeten. Dat is water, Job. Niet alles in een Roblox-obby
zijn lasers. Oké, het is water, alleen het is een soort van gevaarlijk water, denk ik. Want als we het aan zullen raken, zijn we af. No way. Oké, dus als het goed is en we klimmen nu deze helikopter in. Come on, come on, come on. Dan hebben we het gehaald. En ik ben de piloot. Tijd voor colorblok. Oké, we moeten grijs hebben en dat staat hier. Oeh, er zijn nu nog maar een paar mensen over. Soms heb je geluk in colorblok dat als je juist wat later bent met joinen en mensen zijn dus al begonnen met hun potje, dan kun je eigenlijk gewoon de helft van de game overslaan. Alleen is het ook wel lastig, want je hebt dus geen tijd om op te warmen. Je moet gewoon gelijk beginnen met het echte werk. En dat betekent dat je dus ook gelijk maar echt iets van 2 seconden hebt om op de juiste kleur te staan. En ik merk nu al hoe lastig dat is. Oké, groen. Daar sta ik. Oh man, oh man. Nog 2 mensen. Nu zou het eigenlijk best wel handig zijn om een dino te zijn. Uh-oh. Nee. Wacht, er is niemand die heeft gewonnen. Ben je serieus? Maar we krijgen een tweede kans. Het lijkt me serieus in het echt vreselijk om een game te moeten spelen waarbij je zoveel moet rennen en springen op dit soort schoenen. Volgens mij overleef je dat niet. Oké, we staan goed. Wat gebeurt er eigenlijk als we nu dit doen? Oh. Wow. Oké, dat vind ik extra knap. Oké, we moeten donkergroen hebben. Dat staat hier. Het is wel mooi dat in Colorblock in elke ronde iedereen de modus hetzelfde ervaart. Dus er is een soort van eerlijkheid, waardoor het voor iedereen even lastig of makkelijk is. Oké, we moeten lichtrood hebben. Dat is hier. Let's go. Als we dit winnen, vind ik dat we onze normale schoenen weer mogen aantrekken. Maar als we verliezen, moeten we een week op deze hakken lopen. Stel voor, je zou elke Roblox game op deze manier moeten spelen. Dat is echt vreselijk. Ik kan me niet voorstellen hoe lastig dat is. Oké, waar moeten we naartoe? We moeten donkerblauw hebben. Daar sta ik op. En de andere spelers ook. Ik had graag gezegd niet, maar ze staan er. Roze. Oké, we staan op roze. Doet me altijd denken aan bubblegum. Soms heb je van die kauwgom die echt na 2 seconden zijn smaak verliest. En dan zit je zo van, wat ben ik aan het doen met mijn leven? Stel voor, er zou echt kauwgom bestaan waarvan de smaak nooit wegging. Dat je gewoon bij wijze van spreken een jaar op hetzelfde kauwgom kunt kauwen. En de smaak zit er altijd nog steeds evenveel in. Doe, dat zou... Oeh, gelukkig. Dat zou zo goed zijn. Maar waarschijnlijk is het dan ook gewoon de duurste kauwgom ter wereld gelijk. Oh nee. Oh nee. Oeh. Er zijn nog maar 2 mensen naast ons. En ze doen het extreem goed. Grijs. Oh snap. We staan allemaal op dezelfde. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk risico nemen. Dus ik blijf echt heel goed opletten dat... Zij doen hetzelfde. Dat ik niet te veel afgeleid raak door andere spelers. Want dat heb ik soms. Dat ik dan te veel naar een andere speler ga kijken. En dan ben ik zeg maar vergeten dat ik zelf niet uit de wereld mag vallen. Oh. Oeh. Oh man. Wacht even. Volgens mij hebben we gewonnen. Dus we hebben onze schoenen weer terug. Maar wil dat dan zeggen dat het nu makkelijker wordt? Ik bedoel, ik heb mijn normale schoenen weer aan. Oh. Nou, niet per se. Want zelfs als je geen hakker draagt, blijft colorblock een uitdaging. Ik wil hier staan. En de uitdaging wordt alleen maar groter als je de mode speelt. Met meerdere lagen. Ja, die allemaal zijn verdwenen nu. Mijn tactiek is altijd om maar zoveel mogelijk boven te blijven staan. Met zo'n beetje iedereen op dezelfde plek. Want het lijkt erop dat je dan nog wat meer kans hebt om jezelf te redden als je toch naar beneden valt. Nee, ik sta hier niet alleen. Alleen is het niet altijd mogelijk om een kleur te vinden. Dus soms moet je toch een stukje naar beneden. Maar ik ben ondertussen weer onderweg naar boven. En dit wordt mijn plekje. Volgens mij is er nog maar 1 iemand naast mij. Er bestaat dus een kans dat ik... Dat is wat ik bedoel. Dat ik dit ga winnen. Ik klim naar boven in de hoop dat ik daar als eerste ben. Volgens mij zag ik iemand naar beneden vallen. Ben je serieus? Wie is die jongen daar? Abonneer voor meer en adios.